Welkom bij deze videoreeks over persoonlijke groei en werkgeluk. Ik ben Latifa Belhaj. Deze videoreeks is gemaakt om jou te inspireren en tot nadenken te zetten over jouw eigen persoonlijke groei en jouw eigen werkgeluk. De mensen die ik interview zijn leiders of rolmodellen binnen hun eigen vakgebied, omdat zij een leidende of onderscheidende positie innemen. En zij zijn daarom een inspiratiebron. Nou, bijna je hele leven gewoon? Ja, bijna mijn hele leven. Klopt. Ik kom uit Marokko hier naartoe. Mm-hmm. En ik zit er nog steeds. Hoe oud was je? 2,5. Iets jonger dan ik. Doet je dan denken aan jouw eigen moeder? Die dan wel in zo'n verzorgingstehuis heeft gezeten. Nou, niet tot het eind dan. Nee, ze moest wel, want ze had een infarct gekregen. Dus ze moest revalideren. Precies. In dat verpleeghuis. Ja. En daar zat ze. Een jaartje. En ik heb over dat jaartje een boek geschreven. Ja, fantastisch. En dat was een heel bijzonder jaar, kan ik je zeggen. Ja, heb je het gelezen? Ik heb het gelezen, ja. Okay. Ik vind hem geniaal. Echt, maar dan ook echt geniaal geschreven. Hij raakte me diep en ik had het met Marijn over net in de auto. Ik zei, ik weet niet of het komt door de geniale manier van schrijven. Vast. Of dat het zo beeldend is. Ja, of dat het zo beeldend is dat ik het gewoon echt voel. Ik denk dat je het ook herkent, omdat jij een moeder hebt die precies, op mijn moeder lijkt. Juist, ik denk dat alle Marokkaanse moeders op elkaar lijken. Nou, ja, ze hebben diezelfde geschiedenis, zeker. Ze hebben diezelfde vervreemding toen ze naar Nederland kwamen. Zo. Ze hebben datzelfde houvast aan hun gezin gehad. He, dat is voor hun de waarheid, het gezin, Allah, God en een klein wereldje. Ja. En daarom rijken ze allemaal op elkaar. En ze komen allemaal een beetje uit hetzelfde noordelijke gebied van Marokko. Ja, inderdaad. Weet je wel? De liefde voor je moeder, die band, alles wat je voor haar deed. Dat is, ja, weet je, dat doet niet iedereen, denk ik, standaard. Je ging echt ver. Ik ging wel ver, hoewel het voor mij... Voor mij voelde het als gewoon. Mm-hmm. Dat voelt voor mij niet dat ik daar... Dat zeiden ze tegen mij daar vaak, hè, in dat verpleeghuis. Yeah. Zeiden ze, oh, wat ben jij lief voor je moeder? Wat doe jij veel met haar? En dat vond ik niet zo... Ik dacht, dit is toch mijn moeder? Yeah. Zonder haar was ik er niet eens geweest. Maar het viel de Nederlandse mensen best wel op. Yeah. Weet je wat, wij Marokkanen maken altijd ruzie in verpleeghuizen. Wij vinden dat ze het nooit goed genoeg verzorgd worden, toch? Ja, het is altijd niet onze manier. Wij hebben altijd slaande ruzies daar. Het is een andere manier, hè? Terwijl zij het vanuit hun optiek juist hartstikke goed doen. Ze doen alles wat er in hun macht ligt, denk ik. Ja. Maar het sluit dan niet per se direct aan bij hoe wij het dan gewend zijn te doen vanuit huis. En dan krijg je frictie. Ja. Ik heb veel lezingen gehouden in het land en ik hoop dat twee dingen bereikt worden. Yeah. Dat een beetje dat taboe wordt doorbroken dat Marokkaanse mensen, moslimmensen, het geen schande vinden dat ze hun ouders aan een verpleeghuis brengen. Ja. Dat het soms beter is voor je pa en ma. Om die zorg aan professionals te geven. Ja. Dat. En ik vind dat wij te laat, en dat geef ik echt onze generatie de schuld. Yeah. Jou en mijn generatie. Mm-hmm. Dat wij te laat ingezien hebben dat er een probleem straks komt voor onze ouders. Omdat er geen plek is. Precies. Geen goede instellingen waar ze zich waar rekening moet houden met hun wensen en achtergronden. Waar ze zich thuis voelen. Ja, dat is zo. Ik hoor jullie voor het eerst. Ja. Oh. Ja. Is het ook voor het eerst? Ja, super illegaal. Altijd, illegaal bestaat niet in deze wereld. Mooi tegen die boa's. Geen festival. Oh, vorige week hebben we ook gespeeld, maar toen waren de boa's wel aan het Oh, je hebt het Pino weer gelijk. We staan op de gevoelige plaat. Rosetta gaan we voor jullie spelen. Nee. Rosetta? Die worden beroemd gemaakt. Rosetta! Kom maar op, Rosetta. Pas een nieuw boek uitgebracht, of pas begin dit jaar, als het goed is. Ik heb hem nog niet gelezen.
beetje, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ja, heb maar vandaag, ja, dat komt wel, want ik geef je huiswerk op. Ja. Ja. Ik heb hem net gehaald. Hey, maar kun je daar iets over vertellen? Over die verhalenbundel. De ogen van Fadil, ja. Ja. Ja, wat moet ik erover zeggen? Het zijn 8 verschillende verhalen. Mm-hmm. Die ook op verschillende periodes in mijn leven zijn. Ik heb ze niet alle 8 achter elkaar geschreven. Okay. Want ik had er nog een paar oude liggen. Mm-hmm. Die heb ik herschreven. Yeah. En ik heb er een aantal nieuwe verhalen aan toegevoegd. Yeah. En één verhaal in het bijzonder, dat is de laatste. Mm-hmm. Zubida. Okay. Bogert, dat is wel een heel persoonlijk intiem verhaal met tamelijk autobiografische kenmerken. Okay. Is dat hetzelfde verhaal wat ook in Tien op een Ezel voorkomt? Juist, okay. Die Zubida komt daar ook in voor, ja? Maar nu komt ze echt uitgebreid met alles, het hele verhaal nu. Okay. In Tien op een Ezel is het maar een klein stukje, stip ik haar even aan in het hoofdstuk Liefde. Ja. Geloof ik, ja, liefde. Mm-hmm. En nu vertel ik het levensverhaal van Zubida. En Zubida Bogert is de onwettige dochter van Humphrey Bogert. En het is ook echt zo. Het is geen... Ja, dat mag je nooit aan een schrijver vragen. Okay. Hé, maar jij schrijft, hè? En heel mooi vind ik zelf. Echt heel mooi. Dankjewel. Ja, en... Ik doe er ook mijn best voor, hè? Mensen zeggen wel eens, wat heb je mooi geschreven, ik heb het in één adem uitgelezen. En dan denken ze dat ik het in één adem heb geschreven. Ja, zo werkt het niet. Maar ik heb er echt heel veel moeite voor moeten doen. Hè? En wat is die moeite? Kun je die omschrijven? Het schrijfproces, ja, bedoel je? Precies, ja. Ja, ik weeg elk woordje op een goudschaaltje als ik schrijf. Heb jij dan het gevoel dat jij jouw werk zou moeten gaan doen? Kijk, toen ik afgestudeerd was, toen heb ik even kort gewerkt bij de overheid. Ja. En allerlei kantoorbaantjes gehad, weet je wel. Beleidsmedewerker en dat soort dingen. Ja. Ik heb ook nog in de politiek gezeten. Mm-hmm. Avonden lang vergaderen over een fietspad. Ja. Zat weer poppetjes te tekenen, weet je wel. Hey Mo, let jij eens een beetje op. En wat wil je daar dan mee brengen? Want je zegt, ik wil wel iets brengen. Ja, wat ik probeer te zeggen misschien, onbewust hoor, maar dat is niet dat ik expliciet met een boodschap bezig ben. Wat ik eigenlijk doe, is een stukje schoonheid brengen van de dingen die we misschien niet zien, omdat we het allemaal zo druk hebben. Ja, mooi. En is dat... een stukje stilstaan bij de magie van het bestaan. Ja. Ik heb die luxe om dat te kunnen doen, omdat ik namelijk zelf veel stilsta daarbij. Ik heb geen last van werkdruk, kantoor, vergaderingen, beleidsnotulen. Al die dingen waar heel veel mensen carrière, promotie, cao, weet je wel, heb ik allemaal geen last van. Ik kan wakker worden wanneer ik wil. Ja. Ik kan gaan slapen wanneer ik wil. Mm-hmm. Ik kan een reis maken wanneer ik wil. Goddank, omdat ik natuurlijk wel inkomen heb. Mm-hmm. Dus geld is wel een voorwaarde, anders kan ik die reis niet maken. Precies. Maar ik word goddank goed beloond voor datgene wat ik doe. Mm-hmm. Maar daarmee kan ik wel iets laten zien. Ja. Dus ik vertel ook heel veel dingen die nieuw zijn voor mensen in die stukken. Ja. En ja, een verhalenbundel. Wat ik zou willen is dat als iemand een verhaal van mij leest, even een moment is gevlucht uit, laten we zeggen, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Gevlucht uit de ondraaglijke... Ja. De ondraaglijkheid van het bestaan. Ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Dat is de unbearable lightness of being. Dat is een boek en dat is ook een film. Okay. Maar het gaat over een klein stukje wegvluchten uit het alledaagse. Ja. Weet je, het alledaagse is soms gewoon, ja, je weet het. Het is een beetje een sleur, een beslommering, zorgen. Dat is het. Mohammed, ik heb zelf in mijn eigen leven ervaren dat ik bepaalde personen heb ontmoet of gesproken. Bepaalde situaties heb meegemaakt of bepaalde gebeurtenissen heb meegemaakt die mijn leven echt radicaal hebben
veranderd, zeg maar. Of in ieder geval die me zo sterk hebben geraakt, dat het iets met me heeft gedaan, waardoor ik iets totaal anders ben gaan doen in mijn leven. Of anders ben gaan kijken naar het leven. Ja. En mijn vraag aan jou is, kun jij 3 situaties, personen, momenten, gebeurtenissen noemen die... 3? Ja, 3. Je mag met 1 beginnen. Maar in ieder geval die dus echt een... tot een bepaalde transformatie hebben geleid in jouw leven. En die jou uiteindelijk hebben gemaakt tot wie je nu bent. Ja, natuurlijk. Ik heb van alles meegemaakt. Maar ik zit te denken of ik nou echt iets heb meegemaakt wat nou zo radicaal is dat ik... Kijk, ik heb in mijn leven natuurlijk wel een paar hele heftige dingen meegemaakt. Het meest heftige, dat is van vrij recente datum, dat is het overlijden van mijn moeder. Maar dat is een jaar geleden gebeurd. Ja. Maar mijn moeder heeft 10 jaar in een rolstoel gezeten. Dus ik heb 10 jaar lang heb ik kunnen wennen aan het idee dat ze een keer, van ons weggaat. Ja. Hè? Dus dat rouwproces, dat is eigenlijk al 10 jaar gaande. Ja. En in die zin, zeg maar, plotseling, mijn moeder heeft een infarct gekregen. Mm-hmm. Hè? En toen is ze haar spraak kwijt en verlamd. Ja. Dat je niet meer kan praten, niet meer kan bewegen. Mm-hmm. En dus van de ene moment van zo'n gezond mens ineens een zwaar gehandicapt mens wordt in een rolstoel die niet kan praten. Dan, en niet meer kan lopen. Dan zal je wel... Dat doet wel iets met je in de zin van dat je denkt, wow, de vanzelfsprekendheid dat je gezond bent, dat je kan praten, dat je kan lopen, dat neem je dan niet meer zo voor granted. Mm-hmm. Weet je wel, dat is dan dat je denkt, weet je wel, dat je, een klein dingetje, bijvoorbeeld ik deed vroeger veel boodschappen met de auto. Yeah. Dat doe ik niet meer. Okay. Ik ga nu lopen. Mm-hmm. Omdat ik denk, er komt een tijd dat ik het niet meer zou kunnen, dat lopen en dat boodschappen doen. Mm-hmm. En dus laat ik maar genieten van het feit dat ik nog kan lopen. Dat heb ik wel heel sterk gehad toen mijn moeder niet meer kon lopen. En ik moet ook zeggen dat ik weet niet of dat daar precies mee samenhangt, maar dat je niet meer kan praten. Mm-hmm. Ik heb wel geleidelijk aan, ben ik minder gaan appen. Okay. Ja. En als ik dus iemand graag met iemand in contact wil zijn, dan stel ik al heel snel voor, sneller voor dan voorheen, om af te spreken. Gewoon echt fysiek. Ja, om met elkaar te praten. Mm-hmm. En ik bel ook wat vaker en ik spreek ook eerder een audio in, in de WhatsApp, weet je, die audiofunctie. Ja, had je ook gedaan bij mij, hè, via LinkedIn. Nou, dat bedoel ik. Dat zou ik jaren geleden, toen ik net app had, deed ik alles met de app. Okay. Weet je wel, gewoon tekst. Ja. En ik denk, zolang je kunt praten, en praten is echt iets wat veel meer is dan alleen maar... Ja, klanken. Ja. Dus dat. Hé, ik hoorde in een van die interviews die bij jou werd afgenomen op YouTube, dat je sprak over een roes. Dat je soms in een... gebeurt wel eens, gebeurt niet vaak, maar dan zit je in een bepaalde roes. Ja. En dan gaat het schrijven als het ware helemaal als vanzelf. Dan dat is heel zeldzaam, hè? Dat je in een roes komt. Mm-hmm. In een zeg maar, dat noemen ze dan flow. Of ze noemen het de muze. Mm-hmm. Weet je wel, ik ben aangeraakt door de muze. Okay. Dat is dan heel mooi gezegd. Mm-hmm. Dat je geïnspireerd was op dat moment. Yeah. Of door de Heilige Geest. Mm-hmm. Nou, ik maak wel eens mee, maar dat is heel zeldzaam. Yeah. En dat maken meer collega's mee. Mm-hmm. Dat het schrijven of het scheppen bijna vanzelf gaat. Yeah. Dat zijn hele schaarse momenten en die probeer je vast te houden, maar die duren ook kort. Yeah. Maar die zijn fantastisch, want dan merk je dat kunst, dat datgene wat je aan het maken bent, daar doe je het voor. En de rest, die andere 90%, ben je eigenlijk alleen maar aan het ploeteren. Ja. Maar desondanks... Dus je moet heel veel ploeteren. Precies. Om in die flow te komen. En die flow, daar kom je echt bijna nooit in, joh. Ja, maar desondanks, ook al ben je 90% van de tijd aan het ploeteren... en heb je 10% misschien die roes waar je dan in zit, hè, of die flow... Ja.
ervaar jij toch dat werkgeluk, want er is niets anders wat jij zou maar, willen doen maar, dan dit. Maar dat is ook zo. Maar het ploeteren zelf, als je aan het ploeteren bent, is bevredigend. Want je doet het ergens van. Ja, je weet waar je het voor doet, weet je wel. Niet ploeteren is verschrikkelijk, want dat is ledigheid. Maar ploeteren is tobben, klooien. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk, op dat moment dat je erin zit, niet. Maar als je terugblikt, vraag maar aan iedereen. Mm-hmm. Iedereen zal zeggen, die tijd toen die werkte bij een boer, dat die aardappel raapte, of dat in die regen. Mm-hmm. Dat herinner je. Ook al was het geploeten, maar je voelt namelijk dat je nuttig, dat je zin, je leven heeft zin op dat moment. Precies. Arbeid. Mm-hmm. Arbeid, dat is wat zin geeft aan het leven. Ploeteren. Maar niet elke arbeid, hè? Want er zijn genoeg mensen die ploeteren, arbeidsgerichte. Mm-hmm. Maar niet die voldoening achteraf voelen die jij wel ervaart. En velen ook wel, gelukkig. Ja, maar dat komt omdat mijn geploeten leidt tot iets moois. Ja. En maar iemand die dak dekt, die ploetert en die komt thuis en die komt moe en die krijgt zijn salaris, dat is wat hij krijgt. Ja. En vaak is hij ontevreden over dat salaris omdat het te weinig is voor het geploeten wat hij heeft gedaan. En hij doet het omdat hij dat geld nodig heeft. Ja. Maar ik doe het niet omdat ik er geld nodig heb. Mm-hmm. Ik doe dat geploeten omdat ik weet de bevrediging aan het eind wat het me oplevert, dat is zo vervullend dat het dat geploeten rechtvaardigt. Ja. Hey, dus als ik jou goed begrijp, ploeteren, hard werken is niet erg. Af en toe in die roes terechtkomen of flow, zoals ik het dan noem, is meer dan de moeite waard. Omdat je uiteindelijk, je doet het ergens voor. Je doet het dus niet voor dat, voor het geld. Je doet het voor iets eeuwigs. Precies. Want als jij doodgaat, dan blijven wel je teksten bestaan. Kijk, alles vergaat, maar schoonheid blijft bestaan. Mm. Nee, ik moet anders zeggen. Alles komt en alles vergaat. Nee, alles komt en alles zal vergaan, maar schoonheid blijft bestaan. Kijk, dan rijmt het. Ja. Dan is het gelijk veel mooier. Ja, mooi, heel mooi. Jeetje, maar en weet je zegt van, ook al ben jij er straks niet meer over, maar ja, boeken die zullen er nog zijn, ze zullen gelezen worden. Ja, hoop ik wel. Dat denk ik wel, maar waarom is dat voor jou belangrijk? Helaas lezen steeds minder mensen, dat zag je net ook al. Mensen zijn toch meer met de telefoon bezig dan met een boek. Ja. Maar ik geloof dat het boek nooit zal verdwijnen. Mm. We dachten dat iedereen e-boeken ging lezen, weet je wel. En dat het boek, maar het boek zal nooit verdwijnen. Mm. Het boek, dat fysieke aanraken van bladzijdes en de geur, dat zal nooit verdwijnen. Zoals de aanraking en de huk tussen mensen ook nooit zal verdwijnen. Je ziet hoe mensen nou gestrest zijn door die corona. Die anderhalf meter, mogen elkaar niet aanraken. Ja. Dat houden we even vol. Ja. Maar echt, ik zeg je, over een half jaar gaat iedereen weer huk en aanraken. Want we houden dit niet vol. Want dat past niet bij de mens. Ja. Dat kan niet. Dus voor het nageslacht. Voor het nageslacht. Dat is echt jouw nalatenschap. Jouw legacy. Dat is waar je het voor doet. Ja. Hey, wat zou jij... die misschien nog niet... Moet ik advies gaan geven? Daar ben ik slecht in. Nee, ga me niet om advies vragen. Nee, ik vraag je niet om advies. Ik vraag klonk om als jou... van, wat voor advies zou jij aan... Maar ik pas hem ook gelijk aan. Nee, zeg maar. Hoe zou jij jouw zienswijze dan willen delen? Want weet je, ik vind het heel bijzonder. Hè? Jij bent uit dat wereldje gestapt. Van ambtenarij. Ja. Van het saaie werk. De politiek, wel belangrijk werk hoor. Zeker. Ik ga niet zeggen dat ambtenaren niet belangrijk zijn. Maar we hebben het ook niet op. Maar het was voor jou. De samenleving draait op ambtenaren. Als de ambtenaren wegvallen, stort het in. Precies. Dat is zo. Maar goed, je hebt ambtenaren die dolgelukkig zijn. Ja, zeker. In wat ze doen. Dus, en die zitten op hun plek. Ja, crediteuren, debiteuren. Ja. Ken je dat? Die serie? Nee. De Jiske Vet? Nee? Oh, okay, ja. Dat zijn dolgelukkige ambtenaren. Ja. Nou, en dat is fantastisch. Maar goed, weet je, jij zat niet op je plek. Ik ben zelf ambtenaar geweest. Ja. En uiteindelijk na jaren bleek dat ik eigenlijk ook niet echt op mijn plek zat. Ja. Maar er zijn nog zoveel andere mensen. Dit vind jij leuker, hè? Dit vind ik fantastisch. Met mensen praten. Met mensen praten. Je kan het ook goed. Oh, dankjewel. Ja, oh, je haalt dingen in me naar boven. Ja. Nou, dat is heel fijn om te horen. Moet je mee doorgaan. Nou, kijk. Jeetje, dankjewel. Nou, ga ik het zeker doen. Op advies van Mohamed Benzakor. Ja, toch een advies zeker. Nee, want soms...
Lachen, ja. Even lachen. Ik moet lachen. Ja. Nee, maar wat ik dus eigenlijk van jou wilde vragen, je wilt geen advies geven, maar probeer toch maar iets in die trant te zeggen of te doen. Weet je, er zijn dus mensen, ja, die nog steeds vastgeroest zitten in een bepaalde job, ja, waar zij dus niet echt gelukkig van worden. Maar ze blijven het doen, want ja, het biedt een bepaalde zekerheid. Ja. En terwijl ze misschien wel dromen hebben. Dromen, ambities, ja, wensen. Maar die toch niet... Ja, heel veel mensen zitten in dat schuitje, ja, hoor. Ja, precies. Dus die ervaren geen geluk. Of ook geen werkgeluk. En ik, ja, denk, als je geen geluk hebt... Weet je, dat straalt door natuurlijk. Je kunt gelukkig zijn op je werk. Maar dat straalt ook door op de rest van je leven. En als je ongelukkig bent op je werk, straalt dat natuurlijk ook uit naar de rest van je leven. Maar wat zou jij tegen die mensen zeggen? Want weet je, ik vind jou echt een voorbeeld. Je hebt op een gegeven moment... Heb jij een keus gemaakt, een besluit genomen, al dan niet bewust? Ja, ik wou net zeggen, want ik heb niet echt een besluit, nee, genomen van nu ga ik dit. Het is een beetje, ik deed gewoon waar ik zin in heb. Net, ja, zoals Martijn, die heeft toerisme gedaan. Marijn heeft toerisme gedaan. En hij ontdekte dat hij daar veel gelukkiger in is met fotograferen, films maken. Precies. En hij doet dat en jij, ja, doet dat ook. Dus ja, wat kan je mensen adviseren? Je kan mensen niks adviseren daarin. Weet je wat het heel veel is? Mensen zijn bang. Precies. En bang om mensen hangen aan zekerheden. Mm-hmm. Omdat, ja, mensen zijn bang om in een put te raken of in een goot of afgewezen te worden. Of, ik snap die angst. Dat ik zal niemand... ja, maar ja. Je moet ook een soort lef hebben en een soort nieuwsgierigheid, mm-hmm, om te breken met schepen te verbranden. Mm-hmm. Dat is best moeilijk, hoor. Dat is het. Want je weet namelijk niet waar je eindigt. Precies. En een vast contract, mensen willen, ja, zeker in onzekere tijden, mm-hmm, willen mensen een vast contract, ja, want dat geeft zekerheid, want ze hebben een huis gekocht, een hypotheek. Daar begint het al mee. Als je eenmaal iets koopt, dan word je slaaf van hetgene wat je hebt gekocht. Ik zal ook nooit een huis willen kopen. Okay. Vanwege de verantwoordelijke verplichten die daar... Omdat een huis, dat wordt op een gegeven moment een molensteen om je nek. Dat wordt echt een molensteen, want je gaat op een gegeven moment alleen maar dingen doen omdat je denkt, anders kan ik die hypotheek niet betalen. Kopen ze een dure auto? Nou, ik heb dan toevallig best een mooie, dure auto. Maar dat was een cadeautje aan mezelf. Mm-hmm. Maar heel veel mensen kopen dingen. En vervolgens worden ze slaaf van die dingen. En dan gaan ze dingen doen. Mm-hmm. Om datgene waar ze verslaafd aan zijn geraakt. Om dat te kunnen blijven doen. Precies. En dat creëert heel veel ongeluk. Ja. Dus, en waarom kopen ze die dingen? Dat heeft ook weer te maken met statusgevoeligheid. Mm-hmm. Met familie. Want je oom, je tante, die hebben dat ook. Dus jij moet dat dan ook, ja, hebben. Ja, het vergt heel veel moed. Moed, dat is het. Oh, fantastisch. Nou ja, ja. En dat is niet iedereen gegeven, maar ik zal niemand erop veroordelen dat hij dat niet kan opbrengen, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja, het is niet dat het niet iedereen, ja, gegeven is. Ik bedoel, ik geloof wel dat iedereen het kan, maar ik denk, ja, je moet wel op een gegeven moment, dus al dan niet bewust, hè? Ja. Bij jou is het dan onbewust gegaan. Ja. Dus dat heb jij dan weer mee, denk ik, als voordeel. Hè? Je hebt niet heel bewust dat besluit genomen. Nou, ik geef mijn vaste baan op en ik geef al mijn zekerheden op. En ik ga voor mijn passie. En met al de onzekerheden die het mag brengen. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die nog niet zo moedig zijn. Maar die dat wel kunnen. Aanleren is niet het juiste woord. Het is niet iets wat je leert. Maar ik geloof wel echt dat het begint met een besluit nemen. Ja. Gewoon nadenken van oké, waar sta ik nu? Wat brengt het mij nu? Hoe tevreden ben ik nu? Hoe gelukkig ben ik nu? En hoe gelukkig ben ik over 3, 5 of 10 jaar wanneer ik helemaal niets aan mijn huidige situatie verander? Dus wanneer ik, ik ben ambtenaar en ik blijf werken. Hoe gelukkig ben ik over 5 jaar, over 10 jaar? Ben ik nog steeds even gelukkig en tevreden als nu? Ja, maar heel veel mensen zijn ook tevreden met het kleine geluk wat ze hebben. Ja, dus ja, dat zeg je helemaal, met het kleine geluk dat ze hebben. Ja, dat nemen ze genoegen mee. Ja. Ander voorbeeld van film. Riches of Madison County. Zo, ja, zie je maar weer dat hoe moeilijk het is om een keuze te maken voor, om je hart te volgen. Dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar is dat dan ook een beetje metaforisch voor, weet je, het geluk kan zich plotseling tegen je keren? Nee, op je pad verschijnen. Ja. Maar de vraag is, wat doe je ermee? Grijp je dat geluk met beide handen aan?
Of kies je ervoor om te blijven in die veilige, bekende situatie? Want dat is het, is een keuze. Hè? Er dient zich een situatie voor die jou mogelijk jouw grootste geluk kan bieden. Hè, dat voel je waarschijnlijk ook wel zo. Ja. Het is dan of je gaat naar links inderdaad, je blijft waar je bent en er verandert niks. Of je gaat naar rechts en je gaat het grootste avontuur tegenmoet. Met alle onzekerheden, maar ja, ook met alle mogelijke positieve bijkomstigheden. Dus misschien wel je passie leven en je hart volgen en dus het grote geluk maar soms, ja, maar kijk, mensen die keuze durven te nemen, dat is echt heel moedig hoor. Mm. Dat is echt heel moedig. Dus zeg maar geven in plaats van alleen nemen. Ja. Ja, en dan maar ook dat creëert weer geluk, hè? Als jij kunt geven. Ja, mijn moeder is zo iemand geweest. Mijn moeder heeft haar hele leven alleen maar gegeven. Mm. Maar waarschijnlijk haalde zij daar weer haar geluk uit. Nou, zij werd gelukkig van andermans geluk. Geluk, ja. Mooi. Dus het is geven en nemen. Dus eigenlijk geluk is gewoon geven. Soms dat zie je bij heel veel mensen die een heel rijk materialistisch leven hebben geleid. Die op het laatste moment, als ze met één been in een graf zitten, ineens tot ontdekking komen. Dat ze eigenlijk, ineens worden ze heel caritatief en liefdadig en gaan ze allerlei goede doelen. En zien ze ineens de schoonheid van de natuur, gaan ze ineens reizen maken. Zeggen ze, ja, ik heb altijd hard gewerkt, ik heb altijd alleen maar geld. Maar dit is het, hier wordt het maar te laat ontdekt. Want toen heeft hij namelijk al bloedverdunners voor zijn hart, weet je wel. Beter laat dan nooit. Dat is waar. Ja, dat is waar. Beter laat dan nooit. Beter laat dan nooit. Nou, dat vind ik een hele mooie einde. Ik ook.